De president en vicepresident mogen geen belang hebben bij zakelijke aangelegenheden, zo ook ministers. Dit zegt bestuursdeskundige August Boudewijn. Tijdens de algemene politieke beschouwing van afgelopen maandag in DNA bracht Rabin Permisser, fractieleider van de NDP, naar voren dat diverse ministers in het kabinet bedrijven en of stichtingen op hun naam hebben staan. Volgens de bestuurskundige kan dit leiden tot belangenverstrengeling. Aan een president en een vicepresident deze verplichting oplegt van meneer, je mag geen zakelijke belangen hebben, je mag het ook niet beheren. En je staat de minister toe om dat te doen, dan schep je een asymmetrische politieke verhouding. Betekent dus dat in wezen degene die ondergeschikt is aan de vicepresident en de president, omdat de vicepresident de voorzitter is van de Raad van Ministers, in feite meer rechten heeft, meer rechten krijgt dan zijn baas. In dit geval dus de president en de vicepresident. En dat zou je niet mogen hebben in een democratisch bestel. Volgens de anticorruptiewet, artikel 9 en 10, moeten publieke functionarissen hun vermogens en alles daaromheen vastleggen bij een notaris. Volgens Deonarayn Kalissing, voorzitter van de Surinaamse notariële beroepsorganisatie SNB, gaat dieper hierop in. Volgens de anticorruptiewet, dat je wel dat moet opgeven. Dus je vermogen, je inkomen, je vermogen moet je dat netjes opgeven wat je hebt. Dat is het doel van de anticorruptiewet, om te kunnen toetsen. Wat heb je begin van je ministerschap? Wat voor vermogen heb je, inkomen heb je? En eind van de rit, wat heb je daarna? En tijdens die rit vermogens toename zijn, dan moet je dat steeds dat doorgeven. En daar is er een werkgroep geïnstalleerd onder mevrouw Rassam, als het goed is, implementatie anticorruptiewet. In het parlement werd aangegeven dat ministers ontslagen moesten worden die bedrijven op hun naam hebben staan. Boudewijn legt uit dat het geen wet van meden en persen is. Hij geeft aan dat er eerst een goed onderzoek gedaan moest worden voor een minister het ambt zal bekleden. De bestuurskundige is van mening dat de politieke top dit had moeten voorkomen door een onderzoek in te stellen alvorens de ministers hun eed hadden afgelegd. We moeten weten of die man belang heeft bij bepaalde bedrijven of bepaalde zaken die eigenlijk conflicterend zouden zijn met de belangen van de staat. Je hebt bij de staat diverse organisaties, min of meer zelfstandig optreden, rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen, zoals stichtingen, je hebt overheidsbedrijven, staatsbedrijven, je hebt sui generissen. Je hebt een reeks van zelfstandig opererende bedrijven die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben met hun personeel en ze werken niet met de personeelswet. Nou, wanneer je dit soort dingen bekijkt en je zou dus lid zijn van een van deze organisaties of van andere organisaties, dan heb je dus een conflict of interest geschapen. De SNB-voorzitter geeft aan dat het niet duidelijk is als de vorige ministers en de huidige hun vermogens hebben laten registreren bij een notaris. Kalissing legt uit dat dit niet eenvoudig is om na te trekken omdat de notaris een geheimhoudingsplicht heeft. Geen minister nog bij ons iets gedeponeerd. Ik weet niet of ze vrijwillig bij andere notariaten iets hebben gedaan, maar voor zover ik weet, dat het niet op basis van de anticorruptiewet nog is geschied. Dus via modellen en formulieren en al dat soort dingen. Maar of ze vrijwillig hun vermogens hebben vastgesteld of vastgelegd ergens, weet ik eerlijk gezegd niet. En ik heb niet van andere collega's begrepen, maar ik heb ook niet gevraagd. En het zou ook geheimhouding zijn, dus dat zouden ze me ook niet mogen vertellen.